Goeiedag. Ja, dit ziet er best vriendelijk uit. Achter mij mooie blauwe luchten met kleine stapelwolkjes. En dat was deze ochtend in Nederland het geval op veel plaatsen. En dit is ook gewoon deze ochtend in Nederland. En dan denk je bijna dat je op een tropisch eiland zit. Alleen de temperatuur lag rond de 12 graden. En veel wind kunnen we ook hier zien. En dan is het toch een stuk minder aangenaam om dan op zo'n lichtbedje te gaan liggen. Vandaar ook dat het zo rustig is. Ja, het is erg fris in Nederland. En er vallen buien. Dat ziet er dan af en toe zo uit. Dit is op Texel, maar lang niet alleen op Texel vallen buien vandaag. Want er trekken meerdere buien over het land op de radarbeelden. Dan kunnen we dat laten zien hoe dat deze ochtend ging. Met best wel stevige buien weer in het zuiden. Daar zat ook onweer bij. Nou, dat gaat vanmiddag gewoon door. De komende dagen zal dat toch niet echt gaan veranderen. Natuurlijk, gelukkig, de droge periodes overheersen wel. Het is zo dat we te maken hebben met depressies ten noorden van Nederland. En dat zorgt voor noordwestelijke tot westelijke stromingen, waarin eenvoudig buien worden aangevoerd. En dat betekent dat we daar ook mee te maken hebben. Ook morgen en overmorgen zal dat niet anders zijn, hoewel nogmaals de droge periodes gaan overheersen. Verder zien we ook vanuit het westen een front aankomen. Dat ligt dan zo donderdagochtend boven Ierland en Groot-Brittannië. Dat trekt geleidelijk aan verder. En het ziet ernaar uit dat dat in de nacht van donderdag op vrijdag gaat passeren. Dan enige tijd regen, maar daarna geen echte weersverandering. Want ook vrijdag en in het weekend moeten we rekening houden met buien. Het is wel zo dat de temperatuur weer wat omhoog gaat naar normale waarden voor deze tijd van het jaar. En dat is zo rond die 20, 21 graden. Er komen vandaag niet aan 15, 16 graden maximaal. En vanavond zitten we zo rond de 12 graden met die matige, soms nog vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ook morgen maximumtemperaturen tussen de 14 en 16 graden. En van tijd tot tijd trekt er dus een bui over het land. Buiten de bui om, ook wel die zonnige periode. En dan kan je best wel buiten iets doen. Maar ja, dit is natuurlijk wel ronduit fris voor deze tijd van het jaar. De dagen erna gaat die temperatuur dus geleidelijk aan omhoog. Donderdag komen we uit op zo'n 17, 18 graden. En als dan in de nacht van donderdag op vrijdag dat front gepasseerd is, gaat de wind meer uit zuidelijke richtingen waaien. En dan kunnen we weer de eerste twintigers zien op de weerkaart. En ook zaterdag is dat het geval. Ook dan kan het hier en daar wel 20 graden gaan worden. En zitten we weer op temperaturen die normaal zijn. Maar het weerbeeld blijft wel licht wisselvallig. Nog een fijne dag.